Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op It's All Tracks, de enige echte natuurlijk, hè? De enige echte. Ja, hoe was de kermis in Roosendaal? Ja, ik vond hem slecht, ik vond hem niet goed. Beetje déjà vu van Oosterhout, waar je in Oosterhout eigenlijk ook. Ja, dezelfde kermis had als vorig jaar. Maar ik vond Roosendaal, ja, precies eigenlijk dezelfde kermis als vorig jaar. Maar dan eigenlijk vond ik hem, ik vond hem eigenlijk nog slechter dan vorig jaar. Echt totaal geen beleving op de kermis. Ik vond hem tegenvallen. Attracties vielen tegen. Zelfs de breakdance vond ik tegenvallen. Kortom, ja, ik vond het niet best. Ik kan er helaas niet veel van maken. En ja, misschien doe ik wel te veel kermissen momenteel. Daar ga ik nog wel even een aparte video over maken. Dat komt hierna. Want ik wil nog even wat kwijt erover. Waarom het de laatste was. Maar ja, ik vond het tegenvallen. Ik vond de kermis in Roosendaal vond ik tegenvallen. Was wel weer, ja. Als ik met Ramon heb een tof video gemaakt. Later de avond kwam Ger en Ricardo. Ja, altijd gezellig, altijd top om met hun op de kermis te lopen. Maar ja, we hebben de laatste tijd hebben Ger, ik en Ricardo een beetje het gevoel dat het een beetje overkill is van alle kermissen. Daar ga ik het nog over hebben in de volgende vlog. Dus daar ga ik het niet te veel over hebben. Maar het is een beetje een overkill de laatste tijd van kermisvideo's. En dat is jammer. Dat is heel jammer. Want Roosendaal heeft normaal altijd een super kermis. Hartstikke leuk. Er is eigenlijk echt niks op aan te merken. Echt een super kermis. Maar ja, ik vond hem tegenvallen. Ik vond hem echt verschrikkelijk tegenvallen. Ja, we zijn ook eerder wel weggegaan. We waren er ook vroeger dan normaal. Want normaal gaan we pas 's avonds naar een kermis toe. Nu was ik al, in de middag was ik al, einde van de middag. Dat had natuurlijk alles te maken met de dag daarna dat we naar het einde van het spookslot gingen. Ja, daarom waren we er wat vroeger als normaal. Maar ja, ik weet het niet. Ik denk als ik tot 11 uur had gebleven, had ik eigenlijk dezelfde conclusie gehad als nu. En dat was gewoon dat het te mager, te matig was. En dat er totaal geen beleving in zat. En dat is heel erg jammer is dat. Jullie zagen ook nog op het einde, zagen jullie de achtbaan. Ja, er was ook wat mee. Ineens stond de achtbaan stil. Een karretje stond helemaal bovenop. Moest zo'n man die moest helemaal omhoog klimmen met zo'n ja, met zo'n ding helemaal ingepakt helemaal. Dat het helemaal verankerd was, beveiligd was. Dus ja, dat was eigenlijk een beetje kermis in Roosendaal. Ik vond het volk ook tegenvallen. Was niet echt. Ja, ik vond het dan. Ik vond in Oosterhout vond ik de mensen veel leuker, aardiger. Ik vond hem niet best. Ik vond hem dit jaar vond ik hem zwaar tegenvallen. Zoals er al een heleboel kermissen zijn, die vind ik tegenvallen. Ik vind echt een heleboel kermissen tegenvallen de laatste tijd. En daar ga ik nog even een vlog over maken. Die komt hierna. En dan gaan we het er even over hebben. In ieder geval. Dit was even in ieder geval een klein reviewtje van wat ik van de kermis vond. En ik spreek jullie allemaal weer. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe dat duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal. Druk op belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, de groeten van deze kant. En tot de volgende vlog. En die gaat wat meer in op de kermissen van ja, nu en aankomende tijd. Want er zullen wat minder kermissen op mijn kanaal komen. Dat is in ieder geval iets wat zeker is. Jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Bye bye. Hoi.